In een document kan het handig zijn om de regelnummers te kunnen zien. Regelnummers worden dan in de kantlijn geschreven en dan kan je makkelijk kijken waar een bepaalde fout gebeurd is, zeker als je aantekeningen of notas aan je document wilt toevoegen. Kan dat interessant zijn om te weten op welk regelnummer dat dat gebeurd is. Hoe doe je dat? Door bij extra de regelnummers te laten zien. Je ziet dan de opties voor regelnummers en dan kan je die gaan aanvinken. Hoe gaan die regelnummers aan de slag? Wel, je ziet hier mooi, hier met de opmaakmarkering, wat er aan de hand is. En dan zie je dat elke regel een regelnummer zal krijgen. Je kan dat op een hele document of op een sectie gaan toepassen. Daarover secties later meer. Maar je kunt die doorlopend zetten. Of je kunt ervoor zorgen dat die op elke pagina opnieuw beginnen. Of in elke sectie opnieuw beginnen. Dat kan. Of op heel document dus doorlopend. Let dus wel op, op het moment dat je hier wil gaan afdrukken, dan ga je zien dat die regelnummers ook mee afgedrukt worden en het is het dus wel belangrijk dat je beseft of dat die regelnummers er mogen op staan of niet. De regelnummers terug verwijderen doen we weer bij extra regelnummers en dan kunnen we die gewoon terug afvinken waardoor die regelnummers terug van ons document verdwijnen.